In FabLab Erpenmeren kan je gebruik maken van 3 Ultimaker 3D-printers. We hebben een Ultimaker 2, een Ultimaker 2 Extended en een Ultimaker 3. Met deze printers kan je in verschillende plastics printen, zoals bijvoorbeeld ABS, nylon en PLA. In ons lab zijn er steeds verschillende kleuren PLA-filament aanwezig. De Ultimaker 2 en 3 hebben een bouwvolume van 20 bij 20 bij 20 cm, terwijl de Ultimaker 2 Extended objecten kan printen die tot 30 cm hoog zijn. De Ultimaker 3 maakt gebruik van een dubbel extrusiesysteem. Daarmee kan je 2 verschillende materialen tegelijkertijd printen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een stuk in 2 kleuren wil printen of wanneer je materialen met verschillende eigenschappen wil combineren. Zo kan je er bij complexe objecten voor kiezen om de steunstructuren in PVA te printen. Deze kunnen dan achteraf in water opgelost worden. We overlopen kort even het proces van 3D-tekening tot 3D-print. Wanneer we een object willen 3D-printen, hebben we eerst en vooral een 3D-tekening nodig. Wij gebruiken meestal Fusion 360 van Autodesk om zelf 3D-modellen uit te tekenen. Het staat je natuurlijk vrij om andere programma's te gebruiken, zoals bijvoorbeeld SolidWorks, Onshape of Blender. Je hoeft je 3D-model ook niet noodzakelijk zelf te ontwerpen. Je kan ook een object 3D-scannen of gewoon een online 3D-model opzoeken en downloaden. Het is gewoon belangrijk dat je een STL-bestand van je 3D-model hebt. Dit STL-bestand kan je dan openen in een slicer. Dit is een computerprogramma dat je 3D-model gaat opdelen in verschillende laagjes. De slicer zal dan de machinecode genereren om vervolgens op de 3D-printer je 3D-model laag per laag opnieuw te heropbouwen. Wij gebruiken Cura als slicer. In Cura kunnen we selecteren welke 3D-printer we willen gebruiken. Dit zal automatisch een aantal standaardinstellingen inladen. Meestal zullen deze instellingen ook volstaan om een print tot een goed einde te brengen. Maar je kan deze natuurlijk ook steeds aanpassen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om andere lage diktes of opvulpercentages te gebruiken. En kan je instellen of je extra steunstructuren of hechting aan het bouwplatform nodig hebt. Wanneer je je print naar wens hebt ingesteld, wordt de gegenereerde code op een SD-kaart of USB-stick bewaard. Deze wordt dan in de 3D-printer gestoken en dan hoef je daarop enkel nog het juiste bestand te selecteren en de print te starten. Wanneer je print klaar is, wacht je tot het printbed is afgekoeld, vooraleer je de print kan verwijderen. Dikwijls is er ook nog wat nabewerking nodig, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van het steunmateriaal. Eventueel kan je je print ook nog wat opschuren, verven of verschillende onderdelen met elkaar verlijmen.